een 3-minuten boekreview voor je. En het boek van vandaag is De Ommegang van Jan van Aken. Jan van Aken is schrijver van diverse historische romans. Hij schreef er al vele, spelen allemaal in verschillende tijden. Dit is zijn laatste boek uit 2018 en dit speelt eind 14e eeuw. Het is geschreven als een soort van flashback. Dus het begint eigenlijk aan het eind van het verhaal. De hoofdpersoon Isidorus van Rillington zit op dat moment in een donkere kerker in het Duitse Konstanz. Hij hoort geritsel in het donker en hij vermoedt dan dat er een medegevangene bij hem daar in het donker zit die hij niet kan zien. En aan die persoon vertelt hij vervolgens zijn levensverhaal. Dat verhaal begint dan in 1373 in Engeland. Isidorus is wees en hij wordt opgenomen in het klooster van Bellalanda. Daar wordt hij opgevoed door de poortwachter daar. Die leert hem niet alleen lezen en schrijven, maar wijdt hem ook in de geheugenkunst. Een manier om al je kennis die je opdoet in je leven te onthouden en altijd weer toegankelijk te hebben in je hoofd. Hoe doe je dat dan? Door een geheugenpaleis te bouwen in je hoofd, een paleis met kamers en gangen. En door elk brokje kennis wat je opdoet, dan vervolgens te verbinden aan een van die plekken in dat paleis, zodat je er altijd weer bij kunt komen. Isidorus is daar een kei in dat onthouden. En bovendien is hij gek van architectuur, dus hij bouwt niet alleen een geheugenpaleis in zijn hoofd, maar een hele geheugenstad. En in die stad maakt hij elke dag een ommegang langs alle kennis die hij daar bewaart. Isidor gaat medicijnen studeren, maar eigenlijk heeft hij maar één grote droom. Hij wil namelijk architect worden en grote kathedralen bouwen. Hij begint dus met de studie medicijnen. Als hij klaar is, dan gaat hij reizen over de hele wereld. Hij komt echt overal. Hij gaat naar Trebizonde, hij gaat naar Samarkand. Hij komt zelfs terecht in China en onderweg ontmoet hij de vreemdste personages. En zijn reis eindigt dan uiteindelijk in het Duitse Konstanz, waar op dat moment het concilie wordt gehouden over het schisma in de katholieke kerk. Er komen heel veel thema's langs in dit boek. Uiteraard natuurlijk de mogelijkheden en onmogelijkheden van het geheugen, de zucht naar kennis. Het gaat over machtsmisbruik, het gaat over de macht van de katholieke kerk. Het gaat over religie versus wetenschap. Het gaat over vreemde culturen en het gaat vooral ook over hoogmoed. Het is een heel dik boek, zoals je ziet, maar het is super spannend geschreven en ook heel afwisselend. Het ene moment zit je in een filosofische uiteenzetting en het andere moment zit je weer midden in komische gebeurtenissen. Dus de vaart zit er goed in. Jan van Aken is echt een rasverteller. Hij kan heel smakelijk en smeuïg vertellen, geeft ook mooie inkijkjes in het middeleeuwse leven. En het is dus echt een spannende avonturenroman. Het zit vol met kleurrijke personages, spannende rechtszaken, spectaculaire ontsnappingen. Het gaat over ketterijen, het gaat over orgieën, het gaat over krijgsheren. Er komt van alles voorbij. Echt, als je daarvan houdt, zit je met dit boek hartstikke goed. Mocht je dit willen lezen met je leesclub, dan heb ik nog een aantal leuke discussievragen voor je neergezet hieronder in de comments. Als laatste heb ik nog één leestip. Als je meer wil weten over hoe een geheugenpaleis nou werkt, lees dan dit boek van Joshua Foer, Het Geheugenpaleis. Non-fictieboek dus. Ik wens je in ieder geval heel veel leesplezier weer met deze twee boeken. Dag!